Goedemiddag vanaf de wedren, want hier begint het al langzamerhand een beetje vol te lopen. Vanaf 1 uur kunnen mensen de startbewijs gaan ophalen. Dat kan dus vandaag en morgen. Vandaag is dat tot 5 uur. Morgen is dat van 10 tot 5. Er zal ook denk ik de grote meute komen. Maar deze mensen die vandaag al komen, die gaan natuurlijk een kaartje ophalen. En misschien nog even lekker de stad in om alvast wat sfeer te proeven. En ja, de wedren is natuurlijk een locatie die ieder jaar bijna hetzelfde is. Met een barometer waar de laatste tussenstanden straks zichtbaar zijn. Maar als we verder draaien, dan zien we daar al die mensen die al allemaal in de rij staan om hun startbewijs op te halen. Er staan al flinke rijen, dus mensen hebben gedacht, ach, met dit weer, het is niet te warm. We gaan gewoon lekker alvast naar Nijmegen toe. Straks zal het hele plein ook weer vol zijn met allerlei banken. Dat zien we nu nog niet, maar dan is het één gezellige boel. En zoals Hennie Sakkers al vandaag ergens liet weten in de media. Misschien wordt het wel een hele saaie vierdaagse. Met het maximale aantal mensen. Met weer wat lekker is om te wandelen. En verder geen protesten en geen gedoe met allerlei andere zaken. Nou, we gaan straks veel meningen peilen hier natuurlijk van de mensen die hier al op het terrein met de wedren aanwezig zijn. Bij ons is Ria en Annie, twee zussen uit Ude, hebben ze me net verteld. Jullie komen nu het startbewijsje ophalen. Het bandje zit er al om. We hebben het al gehaald, ja. Dus wij stonden hier al om 11:30 in de rij. En toen ging het pas om 12 uur open? 1 uur. 1 uur? Ja. En waarom zo vroeg al in de rij dan? Nou, wij willen vooraan staan. Ja, sorry. Je bent niet als eerste, hè? Je hoeft niet als eerste binnen te komen, toch? Nee, dat niet, maar dat zit in onze aard. Dus op tijd erbij. Dus op tijd erbij. En dan nog even de stad in? Ja, dat gaan we nou even doen. En ja, dan traditioneel even foto maken hier bij de barometer? Ja, dat hoort er zeker bij. Elke dag. En kijken naar de uitvallers. Vele lopers lopen mee voor het goede doel en ja, we lopen hier rond en iemand geeft mij een kaartje en die zegt wij zijn van de stichting Dream for Kids, wij lopen voor het goede doel. En Kitty is een beetje initiatiefnemer, mag ik wel zeggen, van de stichting. Ja, klopt. Ik ben vrijwilliger bij de stichting en jaren geleden gestart om, als ik dan toch ga lopen, kan ik het net zo goed doen en zorgen dat er geld binnenkomt voor de stichting. Dus waar staat de stichting voor, Dream for Kids? Dream for Kids is een stichting die droomdagen organiseert voor kinderen met trauma's. En dat kan, het kunnen alle soorten trauma's zijn. Van verwaarlozing, misbruik, mishandeling, oorlog, vechtscheidingen, verlies van een van de ouders of eventueel opa en oma, wat gewoon heel veel impact heeft. En op het moment dat kinderen dan vanuit hulpverlening doorgestuurd worden naar ons, dan zijn ze alweer op weg naar herstel. En wij proberen ze dat extra positieve duwtje in de rug te geven om te zorgen dat ze ook weer het vertrouwen een beetje in de wereld en in de mensen gaan terugvinden. Zet je terug in de maatschappij, zeg maar. En daar is geld voor nodig natuurlijk. Ja, daar is geld voor nodig. Dus wij zetten ons dit jaar met 22 man in om geld in te zamelen voor de stichting. Op de wedren hier waar het gewoon een drukte is, want iedereen is heel druk met het ophalen van de startbewijzen. Maar René en Hennie uit Wijchen, jullie komen uit Wijchen toch? Hè? Ja, Bergharen, ja, gemeente Wijchen. Ik zie aan het bandje rood, maar ik zei net tegen René, en dat durfde ik niet tegen Ria te zeggen, of Hennie te zeggen. Want ja, als je 50 kilometer loopt en het een beetje zo uitziet, dan hoef je het volgens mij niet meer, maar je doet het toch. Ja, wij vinden het gewoon fantastisch om toch de kilometers te kunnen maken die we kunnen lopen. En ja, we willen eigenlijk voor het maximale gaan. We mogen 30, maar we hebben gezegd, zolang we 50 kunnen lopen, blijven we 50 lopen. Maar jullie zijn ervaren lopers, Hennie. Ja, we lopen. Dit is voor mij de 5e keer, maar we lopen dan regelmatig ook nog wandeltochten en zo, door het hele jaar. Ja. Dus je hoeft er niet apart voor te trainen. Ja, je blijft wel wandelen natuurlijk, maar jullie trainen niet apart echt voor die vierdaagse. Nee, we hebben nu rond de 250 kilometer getraind. Nou, ja, voor ervaren mensen is dat genoeg. En jullie dachten, hey, het is zondag, we gaan snel dat bandje ophalen. Ja. Dan hebben we dat vast gehad. Ja, dan gaan we nog even lekker hier rondstappen en even nog iets eten en zo. Dus we maken er gewoon een heerlijke middag van. Is het dan ook een weerzien van bekenden als jij hier zo vertoeft? Dat jullie zeggen van nou, we komen altijd die en die mensen tegen op zondag? Dat is onderweg denk ik. Nou, zondags valt me er eigenlijk wel tegen. Want tot nu toe heb ik eigenlijk nog geen bekenden gezien. Maar volgende week, of van de week zeg maar, met lopen, dan kom je toch wel bekenden tegen. Dat is altijd hartstikke leuk.
Nou, hier is het een drukte van je welste. Heel veel dikke rijen nu met mensen die eigenlijk hun startbewijs gaan ophalen. Maar ja, wat maakt het uit? Het is een feestje. En ja, dat vinden Mark en Lucas ook. Mark loopt voor de tweede keer 30 kilometer. En opa al wat langer. Weer voor de tweede keer samen gaan lopen? Ja, dit wordt de tweede keer. Vorig jaar de eerste keer. En dat is heel goed bevallen. En dat doen we nu weer. Hebben jullie nou samen getraind? Ja, heel veel. Elke week wel, soms ook niet, maar we hebben heel veel ons best gedaan. Ah, dus je hebt al genoeg kilometers getraind. Nou, als je mee moet lopen in de rij, lopen wij gewoon mee natuurlijk. Maar is er nog iets speciaals wat je dit jaar gedaan hebt ten opzichte van vorig jaar? Het is wat minder warm, dat is denk ik een voordeel. Maar voor de rest niks anders denk ik. Geen andere schoenen, speciale sokken sinds vorig jaar? Ja, ik heb nieuwe sokken. Ja, wel een keer nieuwe sokken gekocht. Ja. Ja. Hey, en dan kom je uit Steenwijk, vertelde Lucas. Ga je iedere keer op en neer of hoe gaat dat? Waar zijn jullie tijdens de Vierdaagse? Wij kamperen op Camping Oude Molen in Groesbeek. Op en neer is geen optie, want dan ben je 4 uur onderweg per dag. Ja, dat is geen optie. Niet. Daar werk ik niet. Nee. Ja, maar dan zitten we met elkaar mooi in een saletje en dat is heel mooi. En dan kom je op de fiets naar de wedrennen of hoe gaat het dan? De bus die stopt voor de camping. Ja, kijk, die mensen kruipen voor, hè? Ja, dan komen we, maar hun lopen mee, dat maakt niet uit. Nee, we stappen morgen daar even in de bus en dan zetten ze ons hier mooi af en dat is hartstikke ideaal. Ja. Voor de fiets is toch wel, ja. Het voer is goed geregeld dus? Ja, heel goed. Ja. Ik ga jullie heel veel succes wensen en op naar de vrijdag. Succes. Dank u wel. Bedankt. Hier tussen eigenlijk het ophalen van de startbewijs tussen 50 kilometer en hier 30 en 40 zien we eigenlijk dat sommige mensen al een beetje geïrriteerd raken. Want het is een rij eigenlijk vanaf de weg het terrein op. Maar twee mannen die hier al de 50 kilometer band hebben opgehaald zijn Maurice en Marco. Marco, jij zei net, ik heb een tijdje even niet gelopen, maar ik ga toch weer lopen nu. Ja, ik vond toch weer te kriebelen. In december een mailtje van de organisatie met het startbewijs. Tenminste, je mag je eigen inschrijven. Ja, had me toch weer overhaald om weer te gaan lopen. En toen dacht je van ja, hoe lang heb je hier tussendoor dan eigenlijk niet gelopen? 2016, laatste keer. Oh, ja. Toen dacht je van, ja. Ga je dan ook weer, ben je ook weer extra gaan trainen? Ik heb wel getraind, maar niet zo intensief als de vorige keer. Minder. Dus Maurice, jij bent misschien wel een ervaren loper? Of, Dat wordt mijn 10e keer. Oh, dus je moet hem op sleeptouw nemen. Ja, we zullen zien onderweg. Nou, maar jullie kennen elkaar goed, dus je moet hem een beetje steun geven aan elkaar. Dat zal goed komen, denk ik. Als voor jou de 10e keer is, dan weet je ook van nou, ik weet wat ik wel en niet moet doen. Zijn er dan nog wel eens iedere keer zaken geweest die je ieder jaar veranderd hebt? Nee, ik ga wel minder trainen, dat valt me wel op, ja. Een beetje laconiek erin? Juist, ja. Ik begin fanatiek trainen, maar de laatste paar jaar was steeds minder. En trainen is dan wel een mars? Of ga je zelf lopen? Of, doe je ook wel eens zo'n lange afstandsmars? Zoals, wat heb je, de Kennedy mars? Nee, maximaal wat ik dit jaar gelopen is loop 40. Ik dacht, hij gaat zeggen de avondvierdaagse. We zijn maar even lekker op een bankje neergestreken. Het weer is gewoon lekker. Twee mensen die het kaartje al hebben opgehaald zijn Peter en Senna. Peter, je zegt net, ik loop voor de eerste keer. Klopt. Klopt helemaal. Hoezo dit idee? Wel altijd kijken en een biertje drinken. Maar nou moet het er maar een keer van Dus komen. De feesten heb je wel echt, die ken je wel uit het hoofd inmiddels. Die ook wel. Ja. Ja, feesten is altijd leuk, maar ja, je moet hem een keer gelopen hebben. Ja. Want je komt echt uit Nijmegen, zeg je net. Dus als Nijmegenaar vind jij, moet je hem een keer gelopen hebben. Is dat echt het motto voor de Nijmegenaar? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel, ja. Je moet erover mee kunnen praten. Dat denk ik wel, ja. Maar dan loop je de 40. Dus had je dan eigenlijk niet de 50 moeten doen? Zijn nou, het begint al te lachen natuurlijk. Welke heb jij gelopen? Weet je dat ik uit Nijmegen kom dan? Nee, maar je zegt dat de 40 niet telt. Wel, ik vind alle afstanden telden. Ja, maar eigenlijk de koningsafstand zeggen ze is de 50. Maar ik vind meedoen is belangrijker, vind ik ook, als doen. Maar Senna gaat ook meelopen. Dus hoe ben je samen op het idee gekomen, Senna? Of was het jouw idee? Nee, het was papa's idee. Ja. En toen zei, wat zei je toen? Moet ik even over nadenken. Ik ga meedoen. We gaan het doen. Ik heb twee zoons en die doen altijd met mij mee. Als ik iets zeg, dan doen ze dat.
Uit liefde. Ah, ja, ja, ja. Veel succes samen en ik denk dat het wel gaat lukken. Dankjewel. Succes. Yo. Ja.